Vandaag eren we de man die 23 jaar geworden is. Al 23 jaar loopt dit lichaam over deze aarde. Waar zijn ziel vandaan komt, dat is een filosofische vraag waarop we op dit moment geen antwoord kunnen geven. Dat geeft jullie reden om er even over na te denken. Maar desalniettemin, gaan we het vandaag hebben over Daniel. En toen ik Daniel voor de eerste keer zag, met de introductie, toen dacht ik, wat een rare vent. Dank je. Echt, je hoeft er maar over melk te praten en hij kon het relateren over Michael Jackson. Ik weet niet hoe, je zei voor melk en hij had het over de melkwitte huid van Michael Jackson. Ja, klopt. Je had het over muziek en het ging over Michael Jackson. Je had het over vrouwen, het ging over de vrouw van The Way You Make Me Feel. Je kan niet om Michael Jackson heen als je daar aan kent. Echt niet. En ik werd gek van die gast. Toen was ik helemaal zat. Totdat ik erachter kwam dat Daniel toch wel een hele goede jongen is. Wat voor een hard. Toen was het het derde jaar van de Pabo. Toen dacht ik, nou, dat is best wel een goede kerel. Hij heeft al dezelfde humor en zo. Dan doen we het jouw jongen. Ik kom hier en ga elke keer toilet even onderscheiden. Vind ik zo. Ik heb natuurlijk speciaal voor Guus. Ik bedoel, ja, als je met Daniel omgaat, moet je de huisgenoten wat geven. Dus, Guus. Dankjewel. Echt iets heel persoonlijks wat je gaf. Maar Daniel, je bent de beste kerel. En daarom wil ik op jou posten. Amen. Proost. Ja, dat is een mooie speech.